Wil je deze nou winnen? Dan is het heel simpel. Volg Lieke Martens op Instagram. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. En zorg ervoor, als je het nog niet bent, dat je abonnee bent van Toussaint TV. En laat weten in de comments waarom jij deze bal verdient. Deze dame is unieker dan een Rolls Royce. Terwijl ze meer skills heeft dan de meeste boys. Dat is niet eens een belediging. Deze queen danst zo langs je verdediging. Tja, en dat is niet zo raar. Ze is Europees voetbalster van het jaar. En dat is toch best wel vet. Chillen met Lionel Messi in een privéjet. Nu speelt ze voor Barça in het rood-blauw. Het is een kwestie van tijd voordat ze weer een beker omhoog houdt. Onze Nederlandse trots, waar houdt dit op? Voorlopig is koningin Lieke Martens lonely aan de top. Nou, oh, vet verzonnen. Ja toch? Zeker, die was goed. Q&A met Lieke Elisabeth Petronella Martens. Wie was jouw grootste voorbeeld en wie is jouw grootste voorbeeld? Nou, mijn grootste voorbeeld was Ronaldinho. Ik ben altijd Barça-fan geweest. Ik hou gewoon van mensen met een goede techniek. En hij had gewoon echt een geniale techniek. Ja, en nu ben ik gewoon echt fan van Messi. Ik vind hem zo geniaal, die acties die hij maakt. Zo die mooie dribbles. Daar kan ik echt van genieten. Clear the area. De Marijn Vriens, die vraagt aan jou, had je ooit gedacht dat je zo beroemd zou worden? Nee. Dit is echt allemaal wat er nu gebeurt, de afgelopen anderhalve maand. Nou, het is echt genieten. Het is gewoon gek eigenlijk om herkend te worden. Het is gewoon echt iets heel moois wat we hebben neergezet met het team. En dat ik dan nu een beetje bekende Nederlander ben geworden, is leuk. Maar de eerste keer, weet je, dan loop je buiten en dan denk je opeens, hè, wat kijken die mensen raar naar me. Hoe ging dat? Ja, raar, nog steeds. Bijvoorbeeld gisteren ook weer. Dan loop ik gewoon met de familie over straat en dan moet ik soms even stoppen voor een foto. Ja, ja, dat zijn wel de Nederlanders in Barcelona. De Spanjaarden herkennen me niet, maar het is wel wennen. Bilal die vraagt, hoe was het nou om met Messi te chillen in een privéjet? Ja, dat is eigenlijk een droom die uitkomt. Je denkt eigenlijk nooit Messi te kunnen gaan ontmoeten. Misschien ooit een keer op de club. Van tevoren dacht ik, oh, het zal wel heel vet zijn als ik hem tegenkom. En dan krijg je die nominatie en dan krijg je via Barcelona te horen dat je dan samen in een privéjet naar Monaco gaat. Dacht ik, zo, deze dag ga ik nooit meer vergeten. Maar hoe gaat het dan met praten en zo? Nou ja, praten was niet het makkelijkste. Je zag wel dat hij probeerde contact te leggen, maar het was gewoon heel erg lastig met de taal. Dus jij bent nu een spoedcursus Spaans aan het leren? Ja, ik doe echt mijn best, ook voor mijn teamgenoten, om zo snel mogelijk Spaans te leren. Ik wil gewoon ook praten met die meiden en communiceren vooral op het veld. Het is belangrijk dat we elkaar begrijpen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ja, en dan Ronaldo. Je chillt gewoon met Ronaldo. Ja, dat was ook super vet. Je gaat er naartoe, die nominatie is er dan. Ja, twee goede meiden die ook genomineerd zijn. Dus die dag was al helemaal top. En toen kreeg ik dus te horen dat ik hem had gewonnen. En dan sta je samen op het podium naast Ronaldo. Ja, dat was echt helemaal genieten. Super. Even voor de duidelijkheid, misschien leef je in een grot, maar zij is gewoon Europees voetbalster van het jaar. Dat niet even, ja, ik weet het niet, weet je, sommige mensen, ja. Ja. Of te weinig MB's kan ook. Dat kan ook, ja. En Ronaldo vond het niet zo leuk dat jij Ronaldinho noemde, dat hij jouw voorbeeld was. When I was young, I always looked at Ronaldinho. And in Holland was it... Sorry, I didn't like you. Sorry. Ja, nou ja, volgens mij was het gewoon een grapje. Maar ik zag niet wat er naast me gebeurde. Dus hij maakte gewoon een leuk grapje ervan. En na de persconferentie zei hij ook tegen mij van... Nee joh, dat was alleen maar een grapje. Vond ik gewoon leuk om te doen, om een beetje de sfeer gezellig te houden en leuk. Ja. En dan hoor je van veel mensen wel eens, Ronaldo, attitude, is dat wel een fijne gozer. Wat was jouw indruk van hem?
Nee, die indruk is bij mij helemaal weg. Ik snap dat mensen misschien denken op het veld, maar echt serieus, echt zo'n goede fan naast het veld. En hij was heel aardig tegen mij. Hij liet me ook meteen fijn voelen naast hem. Want ja, ik kijk echt tegen hem op. Ik kijk op tegen Messi, tegen elke profvoetballer. En als je dan daarnaast zit, ben je best nerveus. Maar hij pakte het gelijk bij me weg en ik voelde me zo fijn. Stijn Teunissen vraagt: waar denk je dat het vrouwenvoetbal over 10 jaar is? Of waar hoop je op? Ik hoop dat het alleen maar meer wordt. Kijk, dit is gewoon een supermooie prestatie geweest voor ons, voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik hoop dat het alleen maar groter wordt, dat er meer sponsoren ook interesse tonen, dat het gewoon constant op televisie is, dat mensen ook kunnen kijken, ons kunnen volgen. Want ja, nu is het ook soms lastig, wordt nog via livestream. Onze wedstrijd met Nederland zelf al worden wel uitgezonden, maar ja, niet alle wedstrijden nog, dus ja, dat zou gewoon top zijn. Check. Oh. Nu zijn er voetbalverenigingen waar alleen maar mannen mogen voetballen of alleen maar mannen voetballen. Mm-hmm. Moet er niet een voetbalvereniging komen met alleen maar vrouwen? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant denk ik, ik heb tot mijn 16e bij de jongens gevoetbald. Als je echt beter wil worden en je techniek, je handelingstempo, ja, dan zeg ik voetbal bij de jongens, daar word je echt beter van. Op een gegeven moment merk je wel, jongens worden sneller, jongens zijn krachtiger. En dan, om mijn 17 heb ik de stap gemaakt naar de Eredivisie Vrouwen. Maar dat heeft mij wel geholpen. Zeker, daar heb ik echt een hele goede basis van gehad. Ik ga zo meteen 2 ballen de lucht in schieten en je moet ze allebei aannemen, achter elkaar. En de ballen moeten zodanig aangenomen worden dat de ballen in de cirkel blijven. Sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. Kalma. Ewout Donkers vraagt: wat wil je nou nog meer bereiken? Want laten we eerlijk zijn, een jaar geleden had je dit niet gedacht. Nee, eigenlijk is een droom echt al uitgekomen. We hadden met het team afgesproken, oké, we gaan wedstrijd voor wedstrijd kijken op het EK. En ja, het werd gewoon een droom voor iedereen die is uitgekomen. En ja, daar heb ik dan extra prijzen bij gewonnen. Ben ik speler van het toernooi geworden, Europees voetbal van het jaar. Dus mijn zomer dit jaar, het duurt nog een aantal maanden, maar eigenlijk kan die al helemaal niet meer verkeerd aflopen. Ik hoop ooit de Champions League te winnen, ik hoop Barcelona. En het zou heel erg mooi zijn om een hele goede prestatie te leveren op het WK. En dan daardoor ook direct te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Klinkt goed, toch? Dat gaat lukken. Ik hoop het, het zou heel mooi zijn. Hoe goed is je Spaans nu? Slecht. Goed dat je dat zegt, want ik ga je ook testen. 14 regels van Johan Cruijff. Als je daarnaar kijkt, kan je het dan gelijk begrijpen? Nee, een aantal dingetjes. Het is Catalaans ook. Catalaans, ja, ik zie het. 10 is tactisch. Ja. 11 is ontwikkeling. 12 leren. 13 samenspelen. 14 creativiteit, inderdaad. Is er eentje die eruit springt waarvan je zegt, ja, die past wel het meest bij mij? Creativiteit. Ik ben wel een speler, zeg maar, die op gevoel voetbalt. En ik doe eigenlijk alles, zeg maar, met mijn eigen intuïtie. Dus dat is wel gewoon creativiteit. Achterstand binnen op de lat, alsjeblieft. Yo. Wil je deze nou winnen? Dan is het heel simpel. Volg Lieke Martens op Instagram. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. En zorg ervoor, als je het nog niet bent, dat je abonnee bent van Toussaint TV. En laat weten in de comments waarom jij deze bal verdient.